Hoe maken we een samenleving die nog 100.000 jaar door kan? En hoe lossen we die klimaatcrisis op? Niet door te klagen naar de overheid, maar door de handen uit de mouwen te steken. We zijn hier in Hoofddorp bij Stichting Meer Groen en daar hebben we hier tientallen duizenden bomen verzameld. En die verdelen we hier onder caring farmers. En die gaan dan op de eigen boerderij doorplanten, zodat ze daar meer ruimte krijgen voor vogels, insecten en natuurlijk CO2 opslaan voor het klimaat. Caring Farmers zijn een groep van 120 boeren die heel graag meer aan biodiversiteit willen doen op en rondom hun boerderij. Dat zijn hele verschillende boeren. De ene heeft een pluktuin en produceert voedsel voor zijn buurt. En de ander is een grote gangbare boer die net de eerste stappen maakt richting kringlooplandbouw. Wat wij niet wilden is dat onze kinderen ooit zouden kunnen zeggen tegen ons van ja, pap en mam, alles leuk en aardig. Maar jullie hebben het redelijk voor ons verziekt of voor ons nageslacht. In de winter gaan wij van groenteteelt en bloemenweiders naar bosbeheer en laten daar nou op een heleboel verwaarloosde landgoederen 500 of 1000 boompjes per vierkante meter te zijn. En die moeten er toch uit. Het is hartstikke leuk om boompjes te verzamelen. Er staan er hier 100.000 klaar voor iedereen. Volgend jaar 500.000. We moeten ook besparen, we moeten ook minder fossiele brandstoffen gebruiken. Maar dit is natuurlijk een perfecte manier om CO2 te gaan vastleggen. Gewoon kleine boompjes halen uit het bos, ze ergens anders weer neerplanten voor een nieuw bos. Dus meld je aan via Caring Farmers, want volgend jaar gaan we voor de 500.000 bomen.